Ja, daar gaan we dan. Op weg naar Florida. Even karretje pakken en alle spullen inladen. Hopta. En het allerbelangrijkste, de bike. Altijd weer een hele geklooi om dat in te pakken. En altijd weer een uitdaging, maar goed. Kom er altijd wel weer uit. Hoppa. We zijn ingecheckt, dus boardingcard. Hij is binnen. Florida, here we come. United. Washington. Ik heb er zin in, jongen. Echt bizar. Lekker. Al die jongens er zien. Fucking goed nieuws. De vlucht is eigenlijk bijna helemaal leeg. Dus ik denk dat we alle beenruimte hebben. Nou heb ik niet zoveel beenruimte nodig, maar wel echt heel fijn. Dus 10 uurtjes vliegen richting Washington. En dan 3 uurtjes overstappen. Ik ben benieuwd hoe die overstap gaat, want dat is wel echt elke keer weer nieuw in Amerika. Dus de invloeden van Trump die zijn denk ik wel aanwezig. Kijk eens even hoe leeg het is hier nou. Casillas gewoon liggen. Toppie. Even wat een vet auto ik heb, joh. Niet normaal. Een dikke vette Jeep Patriot. Nou, nee, kijk eens even. Show it off, baby. Here we go. Op naar Brooksville. Ik heb heerlijk geslapen. En in een super gaaf, die camper is echt super gaaf, joh. Dat is echt in de tuin van die mensen, van Josh en Julie. En nou, een beetje was prima. En nu ga ik even lekker boodschappjes doen. En dan even alles zorgen dat alles op orde is. En dan straks lekker mijn fiets in elkaar zetten. En dan vanmiddag lekker een uurtje fietsen. Zin in. Zo, vandaag ga ik een dagje naar Pinellas Park, Tampa. Dan ga ik als eerste natuurlijk trainen. Het is vandaag een beetje frisjes. Het is in Florida altijd wat frisser dan in de ochtend, dan op de dag zelf. Dus ja, je moet zo 's morgens zorgen dat je gewoon nog lekker wat lange mouwen aan hebt. En in de middag wordt het helemaal goed gemaakt door een lekker weer. Lange rit nu voor de boeg, 1,5 uur. En dan gaan we als eerste ga ik met Chris Petersen, de voormalige eigenaar van Top End, ga ik een training afwerken op en dan kom ik toch even niet meer. Oh, Fort de Soto. Heel mooi eiland waar het eigenlijk vrij autoluw is en vlakbij het water. En een mooie plek om te kunnen trainen. Daar ga ik wat intervallen doen. En daarna heb ik op de planning staan om naar Top End te gaan. Natuurlijk de fietsfabrikant van die mooie fiets die hier achter me staat. En ja, dan ga ik alle mensen weer zien die ik al weer een half jaar ruim niet heb gezien. Ik ben hier in mei voor het laatst geweest. En ja, daar kijk ik ook erg naar uit. En dan zien we wel hoe de dag verloopt. Het is in ieder geval, het staat centraal, de trainingen. Die staan centraal. Vandaag eerst dus fietsen en daarna gaan we bezoek aan Top End en daarna nog naar de sportschool. Dus ik zeg een mooi dagje. En jongen, wat is het toch mooi hier in Florida.
Nou, het was een mooi ritje vandaag met Chris Pietersen. En lekker anderhalf uur kunnen trainen in de zon. Echt, het is fantastisch hier, moet je kijken, joh. En al die Amerikaanse huizen, joh. Gigantisch, als je dat vergelijkt met Nederland, is gewoon niet normaal. Zo, goedemorgen allemaal. Echt top geslapen. En in dit geweldig gave ding, moet je kijken. Check. Camper van Josh en Julie. De mensen waar ik hier, waar dit huis van is. Waar ik bij slaap. En ik mag helemaal voor niks in het prachtige campertje blijven. En het is echt fantastisch. Zo'n oldschool ding. En nou, prima bedje. Ik slaap boven de cabine van de bestuurders. En ja, gewoon echt lachen. Helemaal niet luxe of zo, maar wel echt gewoon heel leuk om in te slapen. Nou, het temperatuurtje is prima hier ook. Dus wat dat betreft helemaal goed. Moet je kijken hier binnen. Keukentje, badkamertje erachterin. En hier ook. Het heerlijke bedje. En daaronder, hup, zitten de bestuurder. Dat ding rijdt al lang niet meer, maar... Ik geloof dat het wel de wens is dat ze dit ding ook nog willen laten rijden, maar ik zie dat vrij zomaar in. Maar het is wel echt een heel leuk ding. En prima om in je eentje in te verblijven. Nou, dat was een heerlijke training van 3 uurtjes. Ruim 80 kilometer afgelegd en jullie zien het weer, hè. In de zon. Jongen, wat was het heerlijk. Florida, ik hou echt van je. Zo, vandaag een dag voor de wedstrijd van Clermont. En de eerste wedstrijd van het seizoen heb ik vandaag het parcours gevonden op vrijdag. En het was even zoeken hier in Clermont en ze hebben altijd heel goed het hele parcours op de kaart gezet. Maar vervolgens is het best wel lastig te vinden altijd. Mede omdat ze gewoon geen straatnamen erbij zetten. Dus dan moet je altijd even een beetje uitvogelen. Dus ik heb het nu gevonden en ik heb mijn fiets al uitgepakt. En klaargemaakt voor morgen. En dan gaan we nu even het parcours verkennen. Heb je wel zin in. Eerste wedstrijd van het seizoen. Hoe zal het gaan? Hoe zal het voelen? Ik ben erg benieuwd en ik heb er erg veel zin in. Nou, we hebben het parcours verkend. Samen met een andere gast genaamd Rada. Die ging zijn tweede race van dit jaar doen. En ik moet zeggen... Ik had wel respect voor hem, hoe hard hij reed. Hij zit in de H3, dus dat is 2 klassen zwaarder dan dat ik heb. En die gast reed echt serieus hard. Dus ik ben benieuwd hoe hij het morgen gaat doen in de race. Het parcours is we rijden eerst weg van de start-finish. Dan gaan we richting een rondje en dan maken we 1 groot rondje. En vervolgens gaan we hetzelfde stukje waar we heen waren gereden, gaan we ook weer terug. Dus, maar het is wel goed dat ik hem even gereden heb, want er zitten wel een paar dingetjes in die wel handig zijn om te weten voor de race. Nou, nu ga ik naar het hotel toe waar de aanmelding is, dus waar je kan bevestigen dat je ook echt start. En dan ga ik mijn pakketje in ontvangst nemen en de nummers en de laatste informatie met betrekking tot de wedstrijd van morgen. Dus morgen wel eerst nog in de ochtend om 8 uur de wegwedstrijd, die ik net verkend heb. En dan in de middag doen we de tijdrit in Lake Louisa, noemen ze het. Dat is een natuurgebied waar we vorig jaar ook al een tijd de tijdrit hebben gereden. En wel een erg mooi parcours. Dus vorig jaar regende het met de tijdrit. Alleen nu is de verwachting dat het echt lekker warm wordt. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Eerste wedstrijd, eindelijk. 2017 gaan beginnen. Nou, op naar de inschrijving. Ik ben benieuwd wie er allemaal is. De mannen die hier zitten en de vrouw, die zijn van Topend. En die zijn nu het hele parcours aan het doornemen.
Waar het belangrijkste waren natuurlijk de volunteers, dus de vrijwilligers staan en de politie om af te zetten. Dus het schijnbaar, het parcours zou helemaal dicht zijn. Of zou helemaal open zijn. Maar kennelijk wordt er toch wel een en ander geregeld om het parcours zo veilig mogelijk te houden. Dus deze mensen hebben een belangrijke functie. It's not a joke. It's not a joke, Greg. Sick, we can make it through. No, I was serious. Yeah, I bet you were, but... You take what you can get. Yeah, that's... Or you take off what you can... Yeah, right. Take off what you can. Yeah. Did I say take what you can get? I meant take off. Yeah, exactly. Hello. Hello, how are you? I'm here for the handbag race. Sure, how many people? Just one. All right. It's a car loaded, but I'm just one. Understood. Thank you. Have a good time. Thank you. Nou, we zijn aangekomen in het Lake Louise State Park. Hier vindt de tijdrit plaats. Ik rij nu eigenlijk al over het parcours van de tijdrit. Dus ja, een mooi weg. En een mooi natuurgebied. Nou, en jullie zien het. Het is echt fantastisch mooi asfalt. En in vergelijking met vorig jaar is het nu gelukkig droog. Dus het kan een mooie rit worden. Lekker warm. En... mooie weg. Dus ik heb er zin in. 2 over 3 is het full pool. Daar gaan we. Zo, dat was de tijdrit hier al in Florida. Het was een pittige, vooral een heel heuvelachtige. Veel wind. En nou, ik heb gewonnen. Yeeha! Dus ik ben ontzettend blij. En nu even lekker herstellen en vanavond lekker gezellig met de hele crew van Top End uit eten. Ergens in Clermont, waar de plek waar de wedstrijd is. Zo, lekker thuis aangekomen. Even met de mensen gepraat hier, met Julie en Josh. De mensen waar ik nu verblijf. En daarna even lekker gewoon goed mijn logboek ingevuld. Ja, het liefst had ik het op een andere dag willen doen. Maar het is wel het handigste als je dat gewoon meteen doet na de wedstrijd. En dan kun je meteen je dingen die er... die er gebeurd zijn tijdens de race of bijzonderheden, die vermeld je dan meteen. Maar daardoor is het nu wel ietsjes laat geworden, dus morgen de laatste race hier in Amerika. In een laatste criterium en dan is het klaar, fiets inpakken en weer terug naar huis maandag. Heerlijk. Het was een mooie week. Maar morgen eerst nog de wedstrijd. Welterusten. Zo, goedemorgen allemaal. Op zondagochtend hier in Florida. De laatste dag dat ik hier ben. Maar eerst hebben we nog een criterium te rijden. En die begint als het goed is om 8:40. Maar vorig jaar, de ervaring was dat vorig jaar ja, dat niet allemaal op tijd gered werd. Dus ik ga ervan uit dat het later wordt. Ja, een rondje van een criterium van ongeveer een half uur à drie kwartier. Niet heel lang, maar wel intensief als het goed is. En vandaag ook even kijken wat ik, waar ik allemaal toe in staat ben qua racen en qua tactiek.
Nou, het weekend zit erop. We hebben 3 races gereden. Ik heb 3 wedstrijden gewonnen. Dus het is woehoe! Yay! Kijk, en hier. Oh, we missen er eentje. Hi. Hallo. Hallo, hi. En Julie. En deze mensen, die hebben, daar heb ik een week bij in huis mogen blijven. En met Julie en Joyce en de 3 kids. En het was gewoon een hele leuke week. En ik ben ze echt bijzonder dankbaar. Ik heb een stel nieuwe friends. I've got some new friends in Florida. Oh, yeah. Sure. Dus het is een mooie week geweest. En morgen nu alles inpakken en de tas en de fiets klaarmaken. En dan morgen weer terugvliegen richting huis. En ondertussen gaan we nu nog even een wedstrijdje kijken hier in Florida. En het was een mooie week. Ciao. Bye bye. Bye. Ciao. Nou, dat was het dan. De top end race hier in Amerika. Het was een hele mooie wedstrijd, een mooi weekend geweest. Nu nog even aan het kijken naar de valide wedstrijd. En als het goed is, is dat zo de eindsprint. Dus dat vind ik wel even leuk om te zien. En die gast die ik ontmoet heb, Kirk, die wint deze wedstrijd gewoon even. Wat zei je? Nou, de hele week zit ik al alleen in deze auto. En eindelijk heb ik een kameraadje gevonden. Leuk, hè? Heb ik gewonnen tijdens de race. Dus dit was de eindprijs. Omdat ik overal heb gewonnen, krijg ik zo'n mooi knuffeltje. Dus ik kan met gezelschap terug naar Nederland. En, ticket, instapkaart en we gaan nu door de douane en dan op naar Newark. Om vervolgens door te vliegen naar Amsterdam. Ciao. Nou, we terug in Nederland en drie graden hier ook, heerlijk. Dus we zijn er weer. Nou, we zijn aangekomen en kijk, echte vrienden, die komen hier ook op 's morgens om 7:15 ophalen. Hè, Bolle? Tuurlijk. Toppen. Nou, dit was hem, jongens. Florida was mooi. Ik spreek jullie later. Ciao.